Ladies and gentlemen, Buddha Direction! His opponent in the red corner is 28 years old, 75 kilos and 1 meter and 18 centimeters long. He has 59 matches and 25 KOs. He's got 2 Dutch titles and he's got 2 European titles. He doesn't sting like a bee, no, he bites like a shark. Hit the red corner, Yuri Shark, Yuri Mann! The referee of this match will be Mr. Ubeda. And this match is sponsored by WolvesHardcoreCycles.nl. Murat Dresci tegen Yuri Mes, een partij in de min 70 klasse waarin met name door de aanwezige Japanse delegatie met veel spanning naar zal worden uitgekeken. Omdat dit weer mannen zijn die zeer zeker en die zo fel begeerden gewichtklasse in Japan hun mark zouden kunnen maken, denk ik. Met name Dresci is natuurlijk al een paar keer in Japan geweest, heeft daar zeer overtuigend gewonnen, ondanks dat van Robert Kraus. Dus heeft al enige naam en faam gemaakt. Mes wil daarheen. Is vanaf de 76 kilogram gegaan naar de min 70. En dat is een ongelofelijke prestatie.
Want hij heeft zijn kracht behouden, zijn conditie behouden. Laten we kijken of het zo zou gaan. De laatste partij ging niet helemaal goed tegen Andy Sauer. Hij verloor op punten. Maar oh, oh, oh. Dat was een mooie pot. Laten we kijken hoe dit zo gaat lopen. Kijk, die twee staan daar tegenover elkaar. Rechts Murimes, links Muradiretje uit Antwerpen. De Belg tegen Murimes. De man met de rode handschoenen, Mes en een blauw Muradiretje. De stootkracht van Diretje die is inmiddels gevreesd. Heeft hij al vele mee geraakt. Veel KO's op zijn konto. De man heeft er met name een recht enorme poeier in huis. En we kennen daar allemaal het conditionele sloopwerk dat Juri Mes kan verrichten als hij zijn dag heeft. De vraag is of hij de tempo zou kunnen opdrukken aan deze Diretje. We mogen niet vergeten dat Mes natuurlijk wel een aantal kilo's kwijt is. En zal ongetwijfeld gepaard zijn gegaan met een licht verlies van kracht. Juri Mes, rode handschoenen. Muradiretje uit België met de blauw. Twee toppers in deze klasse. De klasse ligt met name goed licht bij Diretje. Daar waar Mes veel heeft moeten inleven in het licht. Heeft niet wat tijd nodig om in dat gewicht zijn plek te vinden. Het probleem is dat je met tegenstanders van het niveau weinig tijd krijgt. Stoten van de kant van Diretje. Die goed bokst. Het niet erg gemaakt naar het hoofd van Mes. Ja, inderdaad. Het is over. Bijna over. Ja, nou, laten we kijken. Ja, hoor. Het is over, denk ik. Een enorme scheur op de jukbeen van Mes. En als ik het goed in kan schatten van deze kant, dat is moeilijk uiteraard. Dan moet ik eruit van zeggen van jongens, laat maar. Want dit is een hele lelijke scheur. Nou, Johan Helbrink, de referee, geeft het aan. Het is over, af en uit. Ik denk dat de winnaar heet en voorkomen terecht. Muradiretje die een prachtige gesprongen knie maakte op het jukbeen van Juri Mes. En dat resulteerde in een enorme ronding, waardoor de wedstrijd wordt gestopt. En Muradiretje met een zegen naar huis kan. Technisch KO in ronde 1. Winnaar uit België, Muradiretje. Gemaakt race door Diretje. Het was niet de knie die de blessure veroorzaakte, die was gesprongen. En wat een teleurstelling voor Juri Mes, die zo graag hier in de arena, hier in Nederland, ten overstaan van de Japanse delegatie, zijn wedstrijd had willen winnen. Tot nog toe weinig geluk in die categorie tot 70 voor Juri Mes. Maar deze snee liever niet om. De winnaar komt uit België, uit Antwerpen en heet Murat Diretje.